Zaterdag speelt Heerenveen tegen een Rode JC en de promovendus uit Limburg staat op een 13e plaats en heeft evenveel punten als de Vriezen. Een overwinning lijkt zeker voor Heerenveen noodzakelijk om de aansluiting met de middenmoot te behouden. Heel belangrijk, we willen voor de winterstop een linker rijtje komen. En dan moet je tegen een ploeg als Rode JC moet je sowieso 3 punten hier houden. Het is een thuiswedstrijd, dus je wilt het publiek ook wat bieden. Dat is niet onbelangrijk, vind ik. En er zit wel een soort goede fighting spirit in. Dat moet erin blijven. Nou ja, dan moet je. Maar goed, zij doen ook mee. Hè? Dus het wordt niet een makkelijke wedstrijd, dat kan ik je garanderen. Heerenveen wil dus het publiek vermaken. De ploeg put ondanks de nederlaag bij AZ moed uit de voorgaande weken. Ja, onze strijdwijze was goed. Tegen AZ iets minder. Maar ik denk dat we aanvallend wel heel sterk zijn. Dat we heel sterk uit kunnen komen als we zo spelen zoals de afgelopen week hebben gedaan. Lucas Bijker is tegen Rode JC geschorst. En hoewel De Haan nog geen namen wil noemen, is het duidelijk dat er een aantal verschuivingen gaan plaatsvinden. Want ook Jeremiah Sint-Just is nog een twijfelgeval nadat hij afgelopen weekend met een blessure uitviel. Vandaag wordt er een MRI gemaakt, hoe het er echt voor staat. Nou ja, dat is een beetje dubieus. En als het niet kan, kan het niet. Want ik vind ook dat je niet gewoon 14 dagen achter elkaar amper kan trainen. En die andere jongens trainen ook zeggen. Uit de naad, en ze hoort het ook. Dus daar moeten we goed naar kijken.